Ja, we bevinden ons nog steeds op de Kijkersfeesten in Eeklo. En bij ons hebben we iemand die daar heel wat kan over vertellen. Hij is niet alleen presentator, maar hij is ook een van de stuwende krachten daaromtrent. Voor ons hebben wij Michel en misschien kan hij zichzelf eventjes voorstellen. Ik ben Michel Vinken, ik ben secretaris NPR van de Kijkersfeesten. Wij zelf bestaan ongeveer 83 jaar. Daar zelf ben ik niet bij van in het begin. Gelukkig wel al 28 jaar. En het doet echt deugd zodanig mogen deelnemen van een team die zoveel mensen gelukkig kan maken op één weekend. Het is gewoon fantastisch. Michel, wat ik toch wou vragen. Jullie werken altijd met hele grote artiesten. Er is heel wat te doen. Niet alleen optredens, maar ook die fantastische grote rommelmarkt. Heb jij daar ook een inbreng in? Ik denk dat de Kijkersfeesten zijn gestuurd vanuit een team. Van een team vanuit bestuur. Daarnaast zit er een kring van medewerkers. Vandaag hebben wij ongeveer gewerkt met 90, 95 mensen. Ik ben één van de mensen, één van de 90, 95. Ik ben zelf niet de grote stuwende kracht achter de rommelmarkt. Dat is Dirk Mussen. Maar iedereen doet zijn bijdrage. En zo loopt het al een tijdje en loopt het goed en ik ben tevreden. Ja, Michel, u noemt Vinken. En de man achter de rommelmarkt noemt Mussen. Dat is toch niet speciaal gekozen dat u er twee vogeltjes bij gezet hebt? Iedereen op kijken vogelt graag en ik ook. Goed, dat is inderdaad een fantastisch antwoord. Want ik moet ook zeggen, er zijn ook wat mensen die er ook al heel veel jaren bij zijn. En zo zie ik bijna altijd een belangrijke meneer, een bakker, die hier een grote plaats heeft in Eeklo. Dat is André Dellaert. André is voor ons de peetvader. Voor ons is André heel belangrijk, omdat op vandaag is het kijken, op vandaag, dit weekend, is een commercieel gebeuren. Maar dit commercieel gebeuren is nodig om de sociale werking van onze wijk volledig te dragen. Als er iemand ziek is, wordt er bijgesprongen. Als er iemand eventjes iets lastig heeft, zowel financieel als mentaal, dan zorgen wij dat er eventjes kan bijgewerkt worden. En de drijvende kracht vooral daarachter is André. En die stuurt dan ook een aantal mensen aan, waaronder Johanna, die altijd als er zieken zijn, die mensen gaat bezoeken. En dat maakt eigenlijk, dat is het doel van onze kermis. Fantastisch. Jullie kunnen natuurlijk niet werken zonder sponsoring. Ik kan het niet geloven dat dat allemaal kan zonder sponsoring. Zijn er dat zal waarschijnlijk heel wat moeite kosten om sponsors te vinden, of is dat makkelijker voor jullie? Het is niet zo evident om daar een eenduidig antwoord op te geven. Sponsors vinden op zich is niet echt een probleem, maar je moet er wel voldoende moeite voor doen. De mensen volledig zorg voor dragen. En dat lukt onder andere ook, ik denk door heel veel mensen zien ons graag, omdat wij een sociaal voelende organisatie zijn, een dragende organisatie. En daarom aankloppen bij mensen die weten dat we het echt goed menen en onze zakken totaal niet vullen, dat is een meerwaarde. Ja, Michel, ik wil u toch in elk geval bedanken voor die toelichting omtrent de Kijkersfeesten. Ik wens jullie nog ongelooflijk veel succes en ik hoop dat het zeker nog 82 jaar mag duren. Ik hoop dat het nog langer gaat duren. We zijn nog maar aan de 83e editie. Waarom zouden we stoppen aan 165? 200 is het volgende streefdoel. Laten we daar naar mikken. Oké, dank u wel, Michel. Bedankt namens de Vlaamse Muziek en Videosite. Dank u wel.